Ongeveer 100 mensen demonstreerden vrijdagmiddag op plein 44. Nijmegen Against Hate is een initiatief van een drietal Nijmegenaren. Zij maken zich zorgen over de politieke verdeeldheid in onze samenleving. Ze vinden het belangrijk om elkaars mening te horen, maar vooral ook te respecteren. Iedereen mag zijn of haar zegje doen op het open podium. Laten we stoppen onze kop in de zand te steken en laten we er wat aan gaan doen en laten zien wat we ervan vinden. Dat was het motto waar zo'n 100 demonstranten gehoor aan gaven.